We chose North Sylhinia because we felt that it would be very nice to do a program where the local community has so much deep history and culture and captures the soul of Bonaire. One of the most important things we feel is that Bonaire, without its soul, without its spirit, without its people, is not Bonaire. And unfortunately, during the recent growth and development in Bonaire, some of the parts of Bonaire have been left out. And that's very important that we make sure that all parts of Bonaire become part of the growth of the island. What do we have to see and expect today in the program that will be launched today? What's the meaning of the launching? The one thing is that it's a personal story also about North Sylhinia. My mother-in-law, the mother of my wife, her family comes from North Sylhinia. So my grandfather-in-law, the Nicolas family, are from North Sylhinia. So for me, this is not just an interesting idea, it's also family. Ja, we kwamen eigenlijk op dit idee meer omdat we hebben gezien dus dat onze economie die gaat steeds beter. Maar de mensen van het eiland zelf, die gaan naar achter. En dat is geen goede groei. En wat we hier zijn, is eigenlijk, we willen dan programma opzetten dat de mensen van hier, van Bonaire, ook meedoet met de groei. Praten met al de hotels, praten met al de restaurants. Een hotelvakschool moet terug worden geïnitialiseerd. In al die zin des woords. We willen geen criminaliteit opkweken. Dus wat we willen doen is eigenlijk dat wij de wijken bij elkaar brengen. En zorgen dat de mensen niet meer als een dat wij hier niet als een destination worden, maar dat we meer een community worden. En dat is eigenlijk wat we willen. We willen eigenlijk dat niet meer gestolen wordt in diveplekken, in huizen, in allerlei plekken. Het komt door je ongelijkheid. En de mensen niet de kans te geven en hun ook niet helpen. Het is makkelijker om een stagiaire te zoeken in Nederland, ja, dan eigenlijk iemand van hier. Ja, het is goedkoper ook. Maar laten we eerlijk zijn, we moeten als een community moeten we groeien. En we moeten niks tegen stagiaires, maar we moeten zorgen wel dat de mensen van hier wel een baan krijgen of iets krijgen. Dus dat ze eigenlijk niet hoeven te gaan stelen of wat dan ook. Want eigenlijk onze politie, onze cellen, die zijn met ongeveer 90% vol met Bonaireanen. Dat is geen goede groei. Toen ik hier ben opgegroeid, waren 4 politiecellen. En je kon weten wie de mensen waren. Oké, en that's it. Dus samen moeten we iets doen. Samen moeten we zorgen dat Bonaire een plek blijft. Met onze tranquility, dat onze huis gewoon met de deuren open kan blijven. Samen moeten we dit doen. En we moeten realiseren wat de effect is dat je, als je geen mens hier van hier een baan geeft, wat zijn de effecten, ja, ervan? En zo simpel ligt het. En niet alleen maar dat, maar toeristen houden van onze mensen. Onze mensen glimlachen, ze zeggen hallo, alles. En ze kennen de mensen. Ze kennen jou niet eens, dus ongelooflijk. Ja, oké. Ik heb hier een bewoonster van North Sylhinia. En zij gaat ons haar indruk geven en haar verwachtingen nadat ze vanmiddag de presentatie van Mindful Barrio Program heeft mogen meemaken. Goedenavond. Hoe vond je de ideeën die ze hier hebben voor North Sylhinia? Goedenavond, ik vond die ideeën heel goed, want hier in North Sylhinia hebben we veel jongeren met veel inspiratie, dus dit is een goede project. Wat kun je ons van de mensen van North Sylhinia vertellen? Ja, we zijn lieve mensen, onze hart is groot, dus we gaan alles voor alles doen om deze project goed te krijgen.